Hey, hoi allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Sims 4 uit eten. En ze zijn aan het uitslapen, want het was een latertje. Want ja, restaurant runnen, dat kost veel tijd. Kijken of er nog wat in de koelkast zit. Eens even kijken. Zij ligt nog steeds te pitten. Misschien moeten we maar even douchen. En ook even wat gaan eten. Wel zo handig, hè? Zo. Eerst even een beetje hun behoeftes doen. En dan gaan we weer het restaurant openen. En ik weet niet, moet jij eigenlijk werken vandaag? Niet voor 2 van Garis, maar nee, je bent wel vrij en je moet rapporten invullen. Oké. Oh, ik vind ze wel echt een leuk stel. Ze zit nou gewoon serieus een foto te maken van haar eten. Hoe grappig is dat? Hij zijn eten op heeft, dan moet hij een toespraak oefenen. Goed zo, wel even alles opruimen. Dat is wel zo netjes. En hoe staat het met jou? Even opruimen. Opruimen en ook opruimen. Even je blaas gebruiken. Oh, blaas gebruiken, hoor mij. Oh ja, de webcam doet het alweer niet. Ik weet niet zo goed waar het aan ligt. Hoe het komt, zeg maar. Ik snap niet zo goed wat ik fout doe. Maar goed. We gaan gewoon alleen reizen. Zo, we zijn in het restaurant. En even kijken. Laten we in elk geval lekker naar binnen gaan. Die gaat automatisch. De lampen gaan allemaal automatisch. Oh, ze gaat werk bekritiseren. Omdat dat er allemaal hangt. Oh, 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 oh. Nou. Laten we maar open gaan. We hebben al 23 recensies. Dat is best wel veel. Oh, voordeelpunten. We hebben ook al best wel veel voordeelpunten. Extra bediener. Kwaliteitsgerechten. Maaltijdspits. Super oogst. Geduldige eters. Extra kok, nieuwsgierige gasten. Lagere trainingskosten. Dat vind ik wel een goeie. Want ik moet hun elke keer trainen. Kijkje nemen bij Fleur. Hoe het met haar gaat en zo. Standaard training. Oh, kijk eens. Zij is blij met haar training. En wij geven haar een korte training, want ik kan niet anders kiezen. Oh, kijk. Dat zijn de eerste gasten. Even welkom heten. Oh, er komen steeds meer gasten binnen. Hoe leuk. Oké, laten we hun ook even welkom heten. Oh, ze is super zelfverzekerd. Dat is extra leuk. Ze vinden de sfeer in elk geval weer nog steeds al door gezellig. Kijk, even een kijkje nemen bij haar. Hoe gaat het? Wil jij ook een training? Laten we haar ook gewoon nog even een training geven. Even welkom heten die alien. Oh, die gaat alweer uit. Alien, kom je binnen? Oh, er zijn echt wel meer gasten als de vorige keer, jongens.
bij de tafel komen kijken. Hij zit alleen. Heb je het wel naar je zin, meneer? Als u wat wilt, dan moet u het maar vragen. Oh, die alien hoort bij hem. Onze kok is bijzonder getalenteerd. Hij is ook alleen. Laten we ook hem even hallo zeggen. Oh, zij hoort ook bij elkaar. Laten we bij de tafel kijken. Oké dan. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij heeft iedereen nu wel een plekje. We zitten echt voller als de vorige keer. Even bij de tafel kijken. Welkom. Ah, al die aandacht. Voel je soms speciaal. Kijken wat hij vindt. Ja, misschien moet ik dan toch ook maar een... Oh, ze hebben al eten. Ze hebben hier geweldige prijzen. Yes. En wat denkt hij dan? Hij denkt niks. Misschien moet ik toch nog maar een extra bediende aannemen. Of een extra kok. En daarna een extra bediende. Dat kan ook. Nee, ik doe wel een extra bediende. Kan dat nog? 500 punten. Een extra bediende. Ja, dat kan. Peter. Even kijken. Oké. Werknemersmanagement. Koks om in te huren. Nee, ik mag een extra bediende. En wie zullen wij eens even doen? Hoog charisma. Zij is 2 euro per uur. Maar ze is wel ouder al, hè? Ach, we geven haar gewoon een kans. Oude mensen moet je ook aannemen. Oké dan. Die komt zo binnen voor de eerste dienst. Weet je wat ik zo leuk vind? Iedereen is zo multicultureel hier. Ik heb een multicultureel iets. Kijk, daar is ze. Oh nee. Oh nee. Ik heb verdorie. Onze waardering is gehoven. 3 sterren naar 5. Maar hallo, potverdorie. Ik heb je net aangenomen. Ik heb geld aan jou besteed. En dan ga je me hier dood. Midden op de werkvloer. Why? Nee. Maar misschien wil Margarijn wel eten. Nee, ik ga niet eisen dat Valerie gespaard blijft. Nou, misschien ook wel. Ik eis het wel gewoon. Hallo zeg. Ik heb haar net aangenomen, potverdorie. Ik wil nu dat ze alweer tot leven komt, potverdorie. Ik heb haar eisen besteed, ja? Hallo? Ze mag weer tot leven komen. Hoe beter? Dit werkt wel een smet op mijn ding trouwens. We hebben 4. 4 stellen van Laurel en 4 stellen van... Van de Springleaves. Peter, nou kom tot leven dan. Ha, dood afgedwongen. Bam. Ja, kom tot leven. Kom tot leven. Wow. Hebben jullie dat ooit gezien? Dat de Sim weer tot leven komt? Bam. Kijk dan. Ik vind het geniaal. Oeh, man, het wordt hier nog druk. Oh nee, nou gaat ze weer. Oh nee. Ah, dit is... Oh, die jongens, dit ga je toch niet menen. Gewoon midden in ons restaurant. Ja, we kunnen er niet nog een keer smeken hoor. Iedereen is hier aan het huilen. Man, dit is niet goed voor mijn inkomsten joh. Jongen, jongen, jongen. Iedereen die staat hier maar wat. Nou. Zijn we klaar mee. Wat moet ik nou weer met een urn in mijn restaurant? Rust zacht, Valerie. Ja. Nou, iedereen gaat weer zitten op zijn plek. De commotie is voorbij. Oeh. Deze persoon heeft iets onder haar ding. Welkom heten.
Is dit een nieuwe gast? Of... Oh, dit is iemand die... Oeh, die komt kijken. Volgens mij is dit een recent of zo. Welkom heten. Ik moet echt serieus. Oké, wacht. Die ur moet echt weg. Sorry, Valerie. In inventaris iets, maar die moet weg. Zo, dit is beter. Kijk hoe vol. We krijgen zelfs kinderen. Magerijn is ook gewoon nog steeds aanwezig. Welkom allemaal. Zoek een plekje. Even bij de tafel kijken. Ja, ik help u graag. Onze kok is heel getalenteerd. Oh, iedereen is echt verdrietig. Oké, ik moet dus nu opnieuw iemand aannemen, hè? Doe nu geen ouderen weer, daar heb ik echt van geleerd. Ik vind Luc zijn baard niet zo mooi. Jason. Pak ja. Van mijn andere Let's Play. Nee, dat is zo raar. Nee, we doen Brit Dekker. Welkom Brit. Niet doodgaan. De vorige die ging, heeft nog niet eens gewerkt en die ging al dood. Kijk, daar is... We gaan je meteen een training geven. Oh. Al die aandacht van eigen gegeven met het gevoel dat ik speciaal ben. Maar oei, je bent wel boos. Ja, ze is een culinair resistent. We zijn al 8 uur open, jongens. Kijk, 4 sterren. Bam, 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 bam. We hebben 4 sterren. We heten hun nog even welkom. 4 sterren gewoon, hè. 4. Oh. Gaat dat wel goed hier in de keuken? Ja. Alles gaat tegelijk natuurlijk. Oké, we gaan geen gasten meer aannemen. Oké, ze heeft nog steeds een 3. Even een gratis drankje geven. Dat is wel zo handig. Een gratis drankje is altijd goed. Neem een gratis drankje van ons huis. Oh, wat een service. Wat zegt ze? Yes! 4! Ze hebben hier geweldige prijzen. Bam! Oh, yes! We hebben een goede reducent gehad. Hun ook, allemaal 4 sterren. Even bij de tafel kijken. Gaat het allemaal goed hier? Jongens, dit runnen van het restaurant gaat echt heel goed. Oké, we moeten nu wachten totdat deze mensen weggaan. En dan kunnen we het restaurant sluiten. Hallo. Laat het nou niet op de grond staan. Opruimen. Ruim toch alles op, jongens. Ja, ik weet wel dat jij moe bent en honger hebt. Ja, dat kunnen we pas doen als je thuis bent. Een restaurant is hard werken. Oeh, een 2. Waarom is het een 2? Moet je dit toch zien? Het eten is hier geweldig. Waarom heb je een 2? Ik ben niet zo blij meer met de wachttijden hier, ja. Ik snap het ook wel. Misschien moet ik toch maar 2 koks ook aan gaan nemen. Kan dat nog? 408 punten. Oh, iedereen is ook echt moe gewoon. 4 sterren. Ik was aangenaam verrast door de kwaliteit van de maaltijd die ik had voor een redelijke prijs. Dit was een zakelijk plaatselijk favoriet. Eet hier om te ervaren hoe het ook kan. Peter, we hebben gewoon een goede recensie gehad. We gaan het restaurant sluiten. Oké. Verkoop. We hebben wel winst. We hebben gewoon wel winst. Oh, leuk. En kijk, we hebben 4 sterren. Oh, beter. Helemaal top dit. Oké, iedereen gaat naar huis. En ook haar sturen we naar huis.
En ja, dit was wel weer een bijzondere dag in het restaurant. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in elk geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie volgende week zondag weer. Doei doei!